U woont in een mooi huis aan de rivier. Het enige dat u scheidt van het water is de dijk. Superbelangrijk dus dat die stevig genoeg is om het water tegen te houden. Daar werken wij aan, maar daar heeft ook u een rol in. Daarom gelden er regels als u aan de dijk woont. In de beleidsregels primaire waterkeringen leest u waar u op moet letten. Want het klimaat verandert. Waardoor we in de nabije toekomst vaker te maken kunnen hebben met hoogwater. Een combinatie van hoge zeewaterstanden en zeer hoge afvoeren van water op de rivier. Hevige regenbuien en uitzonderlijk zware stormen. Een dijk heeft twee zones. Een kernzone en een beschermingszone. In deze zones, die de dijk beschermen, gelden regels. De zones staan in de legger, een soort bestemmingsplan voor dijken. Mag u een tuin aanleggen aan de voorkant van uw huis? Ja, dat mag, tot een halve meter voor de schuine kant van de dijk. De grasmat is onderdeel van de dijk en voorkomt dat de dijk afspoelt. Daarom mag u daar niet graven, iets planten of verbouwen. Mag u uw huis bouwen of herbouwen in de beschermingszone van de dijk? Daar heeft u vergunning voor nodig. In sommige gevallen zullen wij u vragen uw huis bijvoorbeeld verder naar achteren of hoger te bouwen als dat kan. Als u een hek hebt geplaatst om uw perceel, wie maait dan het gras? Dat zult u zelf regelmatig moeten doen, want wij kunnen er dan niet zomaar meer bij. Meer weten? Lees de beleidsregels primaire waterkeringen op hhsk.nl/wonen langs de dijk.